dames en heren, zoals jullie weten, ben ik een mensenmens. Tenzij het stomme mensen zijn, dan ben ik een dierenmens. En als het hele lieve dieren zijn, dan ben ik een dierendier. Anyway, waar waren we? Oh ja, de zorg. Daar gaat het nog altijd niet goed. Er worden massaal mensen ontslagen, mantelzorgen zijn overbelast en er wordt aan alle kanten bezuinigd. Dat is heel erg, maar het zijn cijfertjes. En als ik als mensenmens, ik wil het echt voelen. Gelukkig maken alle nieuwsprogramma's dit is filmpjes als ze het gaan hebben over de zorg. Dat is heerlijk. Het zijn filmpjes met stemmige muziek, gedragen stem en patiënten in beeld. En dan dit is. Dit is mevrouw Dijk uit Rijssen. Ze is net 82 en erg gehecht aan haar eigen huis. Dit is Harry, 83 jaar en gek op gekleurde lichtjes. Dit is Robin. Dit is Selma. Dit is Wietse. Margriet Sunnenberg uit Zwolle. Dennis van der Meer uit Hardenberg. Sherony uit Hengelo. Dit zijn Henk en Nelly van Straten. Frans en Emmy Boermans. Gerard en Jannie fietsten 18 jaar samen door Europa. Nu heeft Jannie Alzheimer. Kijk, nu voel ik het. En die dit is-formule, die werkt altijd. Met dit is wordt echt alles heel zielig. Kijk maar. Dit is Leontien Borsato. Dit is Tayyip Erdogan. Dit is een Tefal Multigril. Arme Multigril. Hij had nog zoveel kunnen grillen. Oké. Al deze dit is'ers hebben goede zorg nodig. En dat is de verantwoordelijkheid van Edith Schippers. Zij is minister van Volksgezondheid met de zorgkosten als grootste uitdaging. Dat staat zelfs op haar Wikipedia-pagina. Hier. Sinds 2010 is zij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de beteugeling van de zorgkosten als grootste uitdaging. De broekriem aanhalen is wat heel veel bedrijven, organisaties, beroepsgroepen moeten doen. Kijk, dit is niet iets wat ik alleen bij huisartsen doe. Ook de ziekenhuizen. Dus iedereen moet een stapje terug. Inderdaad. Iedereen moet een stapje terug. De patiënten, de zorgverleners. Iedereen heeft het moeilijk, zou je denken. Kleinere zorgbedrijven maken veel winst. Winsten van 20% of meer zijn geen uitzondering. 20% winst of meer. Hoe kan zoiets in zo'n moeilijke sector? Want een normaal bedrijf, noemen ze wat bedrijven? Ja, Chiquita Banana, ja, heel goed, ja. Goed voorbeeld, niemand zei het, maar we hebben al heel veel plaatjes klaarstaan. Dus ik ga toch even door met jouw voorbeeld, heel goed. Chiquita Banana maakt maar 3,5% winst. 3,5%. En dan verkoop je dus bananen. Die eet iedereen. Dus niet zoals met kiwi, dat sommige mensen zeggen... nee, het is een beetje veel gedoe, dan moet je eerst kammen en dan scheren. Jij nog een kiwi? Nee, ik heb geen tondeuze bij me, dankjewel. Nee, gewoon bananen. Weet je wel, bovendien, welk product groeit nu aan de boom met verpakking en al? En je hebt een enorme markt, mensen en apen. En zelfs Chiquita, bedankt nog voor je voorbeeld, maakt dus maar 3,5% winst. Dan is 20% winst wel echt heel knap van die zorgbedrijven. Moet je nagaan, minister Schippers draait elk dubbeltje om en de BV'tjes in de zorg, die maken dikke winst. Nou, twee hoogleraren van Tilburg University, zeg maar de Universiteit van Tilburg, maar dan in Nederland... Die hebben dat in kaart gebracht. Dit zijn ze, Verbon en Suis. Klinkt als een politieduo met gehoorschade, maar goed. Ook zij zijn geschrokken van de enorme winsten van die zorg-BV's. Men moet aan die cliënten zorg leveren. En als men geld overhoudt, had men dus kennelijk meer zorg kunnen leveren. Ik had niet gedacht dat het in de zorg zo makkelijk geld verdienen was. Maar het lijkt me dan wel redelijk als die winst... dan gebruikt wordt voor betere zorg. Voor dit is mevrouw Dijk uit Rijssen. Of dit is Harry. En dit is Multigril. Toch? Vooral bedrijven die zorg leveren aan kwetsbare mensen... die hulp nodig hebben, maken gigantische winsten... die door de directies worden geïncasseerd naast hun salarissen. Ja, hallo. Die directeuren die houden die winst dus zelf. Zo zijn we niet getrouwd. En dan zeggen jullie, jawel, dat is efficiency, Arjen. Dat is marktwerking. He, die zorgbedrijven die doen het zo goed dat ze geld overhouden, Arjen. Maar dan ga ik jullie toch vragen om even mee te lopen. Voor zover u daartoe in staat bent trouwens. We hebben namelijk... Oh! We hebben namelijk een geweldig grote nieuwe studio met een heel groot nieuw scherm. Wie gaat ermee film kijken? Yeah! Ik ga even door met het programma als je niet erg vindt. Kijk, even een kleine reality check. Dit hier is geen
trap voor mensen met een groeiziekte. Nee, dit is hoeveel een arts mag declareren voor een depressiebehandeling. Ze krijgen niet per minuut of per uur betaald, maar per tijdvak. Dus hier, als je tussen de 250 en de 800 minuten behandelt, krijg je een vast bedrag. Dus als je in dit hele vak zit, maakt niet uit hoe lang je doorgaat, hoe lang je doorbehandelt, je krijgt een vast bedrag. Pas als je bij de 800 komt, ga je ineens bam, naar een hoger tarief. En dat blijft zo tot je bij 1800 bent. En dan bam, ga je ineens weer omhoog. En dan bij de 3000 ga je bam, weer omhoog in geld. Dus de vergoeding gaat niet geleidelijk, maar gaat in sprongen. En dat is hoe het wettelijk geregeld is. En nu wordt het echt interessant, want check deze grafiek. Kijk, dit zijn weer die tijdvakken. Bam, bam, bam. En op deze as zie je het aantal behandelingen. En die pieken, hier, deze pieken, die laten dus zien wanneer heel veel artsen stoppen met behandelen. En dat is elke keer precies meteen na de bam. Als het tarief omhoog is gegaan en de buit dus binnen is, dan stoppen ze. En hier die dalen aan het eind van elk tijdvak, daar stoppen ze bijna nooit. Dan behandelen ze dus nog heel eventjes door tot vlak na de bam. Want dan krijg je weer een nieuwere en grotere zak geld. En dan bam, kaching. En dan stoppen ze. Dus of het is een krankzinnig toeval dat precies wanneer de arts een volgend tijdvakje bereikt en dus al zijn geld al binnen heeft, de patiënten spontaan genezen. Of die artsen laten zich leiden door winstprikkels en dan vinden ze dus geld belangrijker dan de ideale behandelduur van de patiënt. En als je denkt, dat zal nou wel toeval zijn, nou, dan laat ik nu de lijn zien van de artsen in loondienst. Die gewoon een vast salaris krijgen en dus geen winstprikkels hebben. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, laat maar zien. Dat is een verschil, hè? Kijk hier, doe nog even samen. Hier, die rode die heeft dus pieken en die blauwe die loopt helemaal gewoon. Dus zonder die invloed van die bam, bam, bam. En die rode niet. Dat is, vind ik, mind-blowing. Loop even mee terug. En doe voorzichtig voor het opstapje. Oké, kijk, stel je hebt een zorgbedrijf en je denkt, hé, dat is handig. Meer geld uit de staatskas voor minder werk. Dat wil ik ook. Maar het lijkt me gewoon heel ingewikkeld. Nou, er zijn mensen en die weten daar alles vanaf. Die kunnen je helpen. En daarvoor neem ik jullie mee naar de wonderenwereld van de zorgconsultancy. Want dat weten jullie niet, kinderen, maar als je ergens een regenboog ziet, dan staat er aan het eind van die regenboog altijd een zorgconsultant. Zorgconsultants zijn mensen die zorgbedrijven adviseren over efficiëntie en over de beste manier van declareren. Of de slimste, of de op het randje van de wetste. Zo bestaat er iets wat het stoplichtsysteem wordt genoemd. En dan denk je, hé, dat ken ik uit het verkeer. Klopt. Maar dit is een manier om aan te geven wanneer het financieel slim is om te stoppen met behandelen, zodat je die pieken en die dalen van daarnet krijgt. En dan krijg je dus dit. Oké, check, dit is een psychiater. En dit is een patiënt, een typische patiënt. Nou mevrouw, de behandeling zit erop. Gefeliciteerd, we zijn klaar met u. Wat is... Ik ben consultant. Hoe lang ben je haar al aan het behandelen? Even kijken, 799 minuten. Zo. Nou, ga er nog even een minuutje door. Dan zit je, bam, in een nieuw tijdsblok en dat betekent meer geld. Ik snap hem. Oké, momentje. Vertel anders nog eens even iets over uw jeugd. Wat ik wel nog bedacht. Als ik ging douchen, dan kwam oom Gerrit de badkamer vaak binnen. Bam, stop maar. 800, bam. Ja, 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 ja. Dankjewel. Derde hand. Het stoplichtsysteem. Alleen het zorgbedrijf wordt er beter van. Okay. Zo ontstaat dus die grafiek van daarnet. En dat is typisch zorgconsultancy. En wat dacht je hiervan? Dit is misschien nog wel op het randje van de wetter. Een spontaan gesprekje met een collega bij het koffieapparaat levert zo een declaratie van een kwartier op. Bellen met een patiënt die niet opneemt valt ook onder de declarabele tijd. Mag ik wat vragen? Waarom heb ik een dubbele rekening van toen ik mijn heup brak? U struikelde toch al toen de telefoon ging? Ja. Nou, dat was een dokter die belde en die moet ook worden betaald. Ja, maar ik nam heel niet op. Nee, u nam heel lang niet op en daarom is het ook zo'n hoge rekening. Maar ik had mijn heup knakt. Ja, daarvoor was die andere doktersrekening. Bejaarde. Dit was kan niet waar zijn, terug naar de onze. Oké.
dat stoplicht en dat declareren, dat komen uit een artikel van financieel onderzoekwebsite Follow the Money over de zorgconsultants van het bedrijf P5.com. Oké, blijf kijken, want over 2 minuten een heel interessante onthulling waarbij alles samenkomt. P5.com. Dat staat natuurlijk voor de 5 P's. Even op de website kijken welke 5 dat zijn. Professioneel, pragmatisch, persoonlijk. Oké, dat zijn er maar 3. Maar als je even verder zoekt, vind je verderop weer totaal 5 andere P's. Moet je kijken. Performance, processen, people, project en programma's. Ik zit al op 8. What the fuck was dat voor brainstorm? Oké, jongens, de letter P. Niks is fout, alles wordt gebruikt. Maakt het nog uit in welke taal? Well, no, yo, alles is bueno. Zelf heb ik mijn bedrijfje gebouwd rond de 6 A's. Arjen, always, Achtung, aantrekkelijk en aujourd'hui. A6-lub. Maar P5.com is mij toch weer een stapje voor, want die hebben ook nog een luxe slogan met een luxe filmpje. Die waterdruppel die is wel heel inspirerend, inderdaad. Ik krijg meteen zin om depressieve patiënten uit te knijpen. Dat is heel goed. En het lijkt makkelijk, hè, zo'n slogan in een mooi filmpje. Ik heb het ook geprobeerd voor mijn bedrijfje hier. Kijk maar. Het luistert nog best wel nauw. Voor minister Schippers zijn dit soort bedrijfjes natuurlijk heel vervelend. Zij probeert de broekriem aan te halen en dan gaan die zorgconsultants de zorgbedrijven helpen om zoveel mogelijk geld in eigen zak te steken. Nou, zo'n zorgconsultant naait eigenlijk gewoon de minister. Binnen de wet, maar toch. Wat zijn die zorgconsultants nou voor mensen? Nou, laten we eens kijken. Even een willekeurig iemand van het bedrijf nemen. Zullen we deze man hier boven of zullen we... Nee, weet je wat, laten we gewoon maar die doen. Ja! Laten we hem Sander Spijker noemen. Even kijken op zijn LinkedIn. Hij heet ook nog echt Sander Spijker. Okay. Hier belooft hij dat hij zichzelf 2,5 keer terugverdient. Dat is een tamelijk veelbelovende jongen. Daar moet je echt flink efficiënt voor declareren. Hier is hij op een feestje. En dan vragen jullie, Arjen, kom op, nou is hij weer op een feest. Wat is er met die Sander Spijker dan? Nou, ik ken hem van dat hij getrouwd is. Met wie is hij dan getrouwd? Oh, nee, vind ik niet zo interessant. Kom op, Arjen, dat is flauw. Nee, maar met gewoon. Kom op, je zit helemaal... Met wie is hij getrouwd? Nee. Please, vertel het nou. Oké, vooruit dan. Hij is getrouwd met Edith Schippers. Voor de duidelijkheid, Sander, dat is die rechter, niet die premier. En zeker niet die middelste, want dat is dus minister Schippers. En is het erg dat die twee getrouwd zijn? Op zich niet. Is het illegaal? Vast niet. Maar als ze 's ochtends van huis gaan, is haar grootste uitdaging het beteugelen van de zorgkosten, want dat moet van Wikipedia. En hij gebruikt de randjes van haar wet om zoveel mogelijk geld naar die zorgdirecteuren te pompen. Wat krijg je dan? Dan ruiken gehaaide journalisten natuurlijk bloed. Linda, kom er maar in. En verder ben je eigenlijk voortdurend met je werk bezig? 6 dagen per week. Het is vaak 6 dagen per week, ja. Ja. En jouw man is consultant in de zorg, begreep ik? Ah! Goed zo, Linda de Mol! Aanpakken, die minister! Jouw man is consultant in de zorg, begrijp ik? Oh, je ziet Schippers al zweten. Oh, ik ben erbij, ik ben erbij. En jouw man is consultant in de zorg, begreep ik? Die heeft dus ook een fulltime baan. En de dochter, is dat heel strak gepland allemaal? Nee! Linda! Je had er bijna! Meistijd, uw schoonvader was zeer actief binnen het Fidela-regime, waar tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. Nu is hij lekker met pensioen, is hij een beetje leuk met de kleinkinderen. What the fuck? Wat? Dus de man van minister Schippers leeft van de mazen in haar wet. En die andere gast dan, die premier, daar links daar in die friendzone. Wat vindt hij daar eigenlijk van? Nou, toen hem dat werd gevraagd, wat hij ervan vond, zei hij... Nee, dat is niet met mij besproken en dat hoeft ook niet. Dat is niet met jou besproken. Dus ze gaan samen naar dat feestje en heeft Mark niet eens gevraagd... Edith, wie is eigenlijk die gast met die krulletjes die alleen maar woorden met een P gebruikt... en precies 1 meter voor de zonnegrens uit een rijdende tram sprong? Wie is dat? Heeft hij dus niet gedaan.
Dus niet met mij besproken en dat hoeft ook niet. Ik bedenk me nu trouwens, nu we weten dat minister Schippers en Sander Spijker getrouwd zijn, krijgen een paar dingen die ik net zei wel een heel andere lading. Weet jullie nog dat ik dit zei, bijvoorbeeld? Ja, hallo. Zo zijn we niet getrouwd. Precies. En even later zei ik dit. Zo'n consultant naait eigenlijk gewoon de minister. Ja, dat zei ik. Ja. En, oh. En deze dan. Edith, kom eens even hier. Ik ga je laten zien waarom ze me de spijker noemen. Dan weet je ook meteen waar de vijfde P voor staat. Dat is gek, hè? Dat zie je dan opeens allemaal. Dat zag je eerst niet. Wat grappig. Ja, dat, nu je dat weet dat ze getrouwd zijn, valt je dat toch? Nou, oké. Okay. Goed, komen we aan bij het eindadvies van A6-lub Building Bridges. Wat hebben we gelachen? Weten jullie nog die rare grafiekjes met die perverse windsprikkels daarbij dat scherm en die gekke consultant die opeens de man van de minister bleek te zijn? Pikant hoor. Wij van A6-lub adviseren de minister om in de laatste paar maanden van haar bewind actie te ondernemen. De mazen in de zorgwet moeten dicht, zodat die wanpraktijken zoals met dat stoplichtsysteem niet meer mogelijk zijn. Wij zijn pas tevreden als de man van de minister volgend jaar bij Linda de Mol op de bank zit en daar zegt: Linda, ik heb geen werk meer, dus ik zorg lekker fulltime voor ons kind. En dat was mijn advies. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.